Het CWZ neemt de signalen van patiënten en schoonmakers over de gebrekkige hygiëne in het ziekenhuis serieus. Dat laat een woordvoerder weten in een reactie op publicaties over de perikelen binnen de schoonmaakdienst, die aangestuurd wordt door het bedrijf GOM. Het ziekenhuis is hierover in gesprek met het schoonmaakbedrijf. Wel geeft CWZ aan dat dit een zaak is tussen GOM en haar personeel. Een meerderheid van het personeel was voor de overname, afgelopen september, in loondienst bij CWZ. Hun contracten zijn overgenomen door GOM met aanvullende afspraken die de medewerkers gedurende een overgangsperiode dezelfde arbeidsvoorwaarden geven als in de oude situatie. RIVM, de Patiëntfederatie, de Hart- en Vaatgroep en de GGD zijn gevraagd om een reactie te geven op de situatie, maar zagen daarvan af.